Yo gasten, welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal van Gybernator HD. En vandaag heb ik weer een nieuwe gameplay voor jullie op de map Carrier. Het is een 3 uh, tegen 3 tegen 3, dus een uh, multi-team. Speelde ik samen met twee vrienden van mij, Piet Knal en Yoshi. Uh, hardpoint dus, uh, zoals je ziet. En ik speelde met een MP7 Silenced met Fastmax. Uh, en als perks gebruikte ik bij deze klas Hardline, Ghost, Toughness en Dexterity. Um, ja, ik heb nog steeds geen uh, Scavenger, dus ik moet gewoon nog even met uh, Ghost blijven spelen. Uh, zodra ik die weer heb, ga ik natuurlijk weer overdenken op Scavenger. Um, en als scorestreaks had ik de Lightning Strike, de Stealth en de Orbital VZ. En die had ik eigenlijk omdat ik gewoon uh, ja, wat makkelijkere scorestreaks wou. Omdat uh, Multiteam is natuurlijk uh, ja, gewoon wat kleiner. Je hebt zes tegenstanders. Um, dus dat maakt het wat lastiger. Dus ja, eigenlijk drie, twee verschillende teams van drie. Dus maak gewoon wat lastiger om uh, ja, streaks te halen. Dus ik dacht, ik doe gewoon even Lightning Strike, Stealth Chopper en Orbital V zetten. En dat ging eigenlijk wel goed. Ik speelde dus eerst met die MP7, zoals je ziet. Uh, maar op een gegeven moment pakte ik een MK48 erop van een vriend van mij, uh, Piet Knal. Die speelde daarmee met uh, Target Finder erop. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon even daarmee spelen. Ik verveelde me eigenlijk een beetje... Uh, ja omdat we al de hele dag aan het gamen waren, dus ik denk weet je wat, ik ga gewoon even met die MK48 met target finder gewoon even proberen en dat ging eigenlijk best lekker. Um, dus in deze commentary wou ik het even over die MK48 hebben en over target finders, uh, maar natuurlijk als eerst, uh, er zat een muziekje onder mijn intro en dat klopt inderdaad. Ik heb voor het eerste keer heb ik nou eindelijk een muziekje onder mijn intro. Um, hij was niet heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, heel erg enthousiast of zo. Gewoon een beetje een rustig nummer. Ik moet nog even kijken of ik daar ja, wat anders voor kan vinden. Ik vond het ja, wat ik nu had gevonden vond ik het wel leuk. Het is toch vrij lastig om uh, ja, muziek te vinden die uh, copyright free is, of royalty free, zoals ze dat noemen. Um, dus die je mag gebruiken zonder dat je gezeur krijgt van mensen dat je uh, ja, hun rechten of hun muziek gebruikt voor uh, dingen wat niet mag. Dus uh, ik ben daar nog wel naar op zoek. En als ik wat echt iets vind wat, waarvan ik denk: wauw, dat vind ik er wel echt super goed bij passen. Dan ga ik dat er ook zeker bij stoppen. Uh, maar op dit moment had ik gewoon even deze muziek. En die vond ik wel, uh, ja, na, na al die dingen die ik had, in ieder geval uh, gezien of gehoord. Vond ik dit wel de leukste. Dus die heb ik er even onder gestopt, zodat het in ieder geval niet weer zo'n dood moment is. Die eerste uh, paar seconden. Maar dat er gewoon een leuk muziek hieronder zit. Dus ik hoop ook dat jullie dit leuk vinden. Laat even in de reacties achter wat jullie ervan vinden. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Um, en als je zegt van joh ik ken een goede site ofzo waar je dat kan vinden laat dat ook even achter in de reacties dan kan ik daar eventueel ook nog kijken. Um, het is dus echt belangrijk dat het copyright free is want anders kan ik het gewoon niet gebruiken. Um, zoals je ziet gebruik ik hier de MK48, de Light Machine Gun... die ik van een vriend van mij had opgepakt met Target Finder. En dat ging eigenlijk wel heel goed ermee. Ja, het is gewoon super chill eigenlijk om ermee te spelen. Het is wel voor noobs, zeggen de meeste mensen. Omdat je, ja, je ziet gewoon al waar iedereen is. En het is niet echt skills of zo. En dat klopt misschien ook wel, dat maakt het wel wat makkelijker. Maar als je gewoon af en toe een beetje wil campen... dus een beetje achter wil blijven, niet te veel rushen... Um, en je wil toch wel aardig wat kills maken... dan kan dat met zo'n Light Machine Gun zeker. Het enige nadeel is, zoals je net ook zag misschien... Het reloaden. Het reloaden duurt echt fucking lang. En uh, zoals je zag, ik ging, begon met rennen terwijl ik nog aan het reloaden was. En ik dacht dat ik klaar was, want de bewegingen waren al klaar. Maar het getalletje stond er nog niet. Dus moest ik weer opnieuw reloaden. Dus dat is wel echt een nadeel. Uh, maar voor de rest, ja, speelde die in dit potje wel echt super chill. Uh, ik denk toch vooral dat je light machine guns wat beter op open mappen kan gebruiken. Zoals deze. Deze map is gewoon wat opener. Waardoor je um, ja, wat meer voordeel hebt uh, ten opzichte van submachine guns omdat je gewoon die afstand een beetje kan gebruiken. Het is niet een hele grote map, maar doordat die ruimtes vrij open zijn. Uh, ja, kan je toch heel goed overweg met de Light Machine Gun. Um, ook wou ik het even hebben, natuurlijk. over wat ik al uh, aan het begin van mijn video zei. en dat was dus. Uh, ja, die Target Finder. Die Target Finder, heel veel mensen vinden dat voor Noobs. Uh, ja, ik gebruik het zelf eigenlijk ook helemaal niet. Ik vind. Uh, niet zo chill omdat je, je, het duurt langer voordat je bent ingezoomd. Uh, maar zoals je hier ziet met zo'n en op zo'n grote afstand, ja, dan red je het gewoon makkelijk. En je ziet eigenlijk hoe makkelijk ik mijn score haal. Uh, en ik word ook niet zo snel gekilld omdat ik gewoon door mijn targetfinder blijf kijken. En ik blijf zoeken naar uh, ja, vierkantjes van tegenstanders uh, om hun te killen. En dat helpt wel echt. En wat ik ook ben vergeten te vertellen is dat ik in deze gameplay haal: ik een 25 gun streak. Dus met mijn MP7, met mijn MTAR die ik volgens mij heel eventjes had opgepakt en met mijn Light Machine Gun. Um, dus ik was er wel heel blij mee. Ik was, eigenlijk probeerde ik voor die nuclear te gaan. Omdat ik normaal gesproken helemaal niet zo voor de nuclear ga. Ik ga gewoon voor de score En ik probeer gewoon een uh, ja, zo goed mogelijke score streak te halen. Maar nu wist ik dat ik zo hoog was. Ik denk, ah, kom op, nog vijf kills moet lukken. Um, uiteindelijk maak ik de 25e kill en ga ik dood. Dus wel eens wel balen. Maar uh, toch wel nice om zo'n score uh, te halen met dit wapen. Dus uh, toch wel leuk. Dus. Mochten jullie een keer zeggen: van nou, ik wil even afwachten, ik wil niet te veel rusje. pak gewoon een keer de Light Machine Gun met een Target Fighter. Dat kan eh, prima. Ik zelf vind het, wel, eh, ja, ik vind het wel grappig om af en toe te gebruiken. Dus eh, daar is zeker niks mis mee. Um, ja, wat wou ik nog meer vertellen? Natuurlijk binnenkort maandag weer een nieuwe partygame. Ik moet even kijken of ik morgen kan uploaden. Omdat ik dat niet zeker weet of ik dat ga redden. Ik heb morgen namelijk een wedstrijd in Groningen. Um, dus we moeten vrij vroeg weg en we zijn vrij laat thuis. Dus um, ik weet niet of ik dat ga redden. Dus ik garandeer niet dat ik morgen wat upload. Ik zal even kijken, heel misschien morgenavond dat ik wat kan uploaden. Uh, hier ga ik by the way straks dood. Uh, zodra ik deze guy heb gekillt. Maar uh, ik zal dus even kijken of ik morgen wat kan uploaden. Zo niet. Dan wordt het maandag sowieso weer een party game. Um, en donderdag natuurlijk uh, Road to the Puppies. Um, dat wordt hopelijk gewoon weer een live uh, commentary. Want ja, dat vind ik toch wat leuker bij challenges. Om uh, live commentaries te doen. Maakt het uh, toch wat spannender. Nou dat was de gameplay van de, vandaag alweer. Uiteindelijk haal ik 52 om 12, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus wel een aardige score voor deze map. Uh, als jullie de video leuk vonden, vergeet dan vooral niet te liken. Uh, vergeet, vergeet niet te abonneren voor nog meer gameplays. En uh, reacties zijn altijd welkom als je tips of iets hebt, of uh, ja, gewoon een comment achter wil laten. Tot de volgende keer.